Nu de dagen weer korter worden en het 's ochtends nog donker is als veel mensen naar school of naar het werk fietsen, houdt de gemeente Breda een actie om fietsers en voetgangers te wijzen op hun zichtbaarheid in het verkeer. Met een zogeheten val-op-shop stond de gemeente maandagochtend op het Van Cootsplein in Breda om lampjes en reflectoren uit te delen. Maar ook om in gesprek te gaan met mensen die geen verlichting hadden op de fiets. Volgens de gemeente lopen de kwetsbare verkeersdeelnemers veel risico en kan goede verlichting bijdragen aan het voorkomen van gevaarlijke situaties en ongelukken. Ook de komende periode zal de gemeente nog regelmatig op verschillende plaatsen in Breda staan met de val-op-shop.